Bij het invullen van de verschillende boekingsstempels op de boekingsdocumenten moet je rekening houden met de boekingsregels. Je ziet de boekingsregels hier in het schema staan. Ik ga het even langs met twee voorbeelden. Het gaat erom waar staat de grootboekrekening op de balans. Het eerste voorbeeld is kas. Kas staat aan de debetzijde van de balans. Dan is de vraag, neemt het bedrag toe of af? Nou, stel je voor, je krijgt geld binnen in je kas, dus neemt het toe. Dan gaat het ook debet op het boekingsstempel. Neemt het bedrag af, dus je betaalt iets uit je kas, dan gaat het credit op het boekingsstempel. Tweede voorbeeld. Crediteur, dat staat aan de creditzijde van de balans. Ook weer de vraag, neemt het bedrag toe of af? Wanneer het bedrag toeneemt, dan gaat het juist credit op het boekingsstempel. Dus je schuld wordt hoger aan de mensen die je nog moet betalen, dan gaat het credit op het boekingsstempel. En neemt jouw schuld juist af aan die mensen, aan die crediteuren, dan gaat het juist debet op het boekingsstempel. Heel belangrijk om rekening mee te houden. Je ziet dus dat het tegenovergesteld is. Als het debet staat op de balans, gaat het ook debet wanneer het toeneemt. Als het credit staat op de balans, dan gaat het ook credit wanneer het toeneemt. Goed onthouden, want dit ben je altijd weer nodig.